plakt. Hij rijdt tegen Steffen Meissner uit Oost-Duitsland. Ook dat is een debutant. Maybuck, die ja, de voorloper is van de nieuwe Oostenrijkse schaatsgeneratie. Werner Jäger uit de ploeg heeft verdrongen. En nu opent in 20-5. Meissner is een vrij onbekende Oost-Duitser, 24 jaar. Die zich voor het eerst dit jaar internationaal probeert te manifesteren. En Maybock, ik heb u gezegd, hij is de coming man in Oostenrijk. 21 jaar pas, ben nu al hier. De eerste volle ronde van Meissner gaat in 33-8. Doe maar, je moet maar durven. 54-5 voor de tussentijd. En hoe doen we dat met die kruising? Nou, dat lossen we goed op, hoop ik. Ja, wat heet goed. De Oost-Duitser had beter door kunnen trekken, want hij had voorrang. Hij durfde het niet aan. Niettemin Meissner, ondanks die troubles daar bij de kruising aan de leiding. Maar het heeft natuurlijk wel tijd gevreten, want van 33 rondje is het nu tot bijna 36 geworden. 1.30.3 is de tussentijd na 600 meter. En dat is, om maar eens een vergelijking te trekken, precies dezelfde tussentijd als die van Falk Larsen. Die uiteindelijk uitkwam op 7.28. Eens kijken of Meissner nu het ritme weer heeft hervonden naar het oponthoudje van daarnet. Nee, 35.7. 2.06 is de kilometertijd. Aardig aspect van het tweede deel van die 5000 meter is natuurlijk wie plaatst zich bij de beste 16 voor het eindklassement. Daarvoor is de 5000 meter grotendeels bepalend. U kent het systeem. De beste 8 na 3 afstanden, dus na de 1500 meter morgen van het klassement, plaatsen zich voor de 10 kilometer, aangevuld met de 8 beste 5000 meter rijders. En omdat die 8 5 kilometer rijders vaak dezelfde zijn als de 8 van het klassement aan die afstanden, zijn de plaatsen 9 tot en met 16 voor de 5000 meter vaak van belang. Als je daarbij zit, heb je een grote kans om op de 10.000 meter te mogen starten. En dat is nu aardig wat Arne-Jan Portijk betreft. Hij staat 11 in het klassement aan 2 afstanden. Heeft misschien een kans 4 de 1500 meter om bij de eerste 8 te komen. Dan is het klaar. Wat zijn eindklassering betreft, dan mag hij meedoen op de 10 kilometer. Lukt dat niet, dan moet hij dat via de 5000 meter doen. En daarin staat hij voorlopig 15e in het tussenklassement. En dat is dus een hachelijke positie. 3:15:68 inmiddels. Na 2200 meter. En het is nog altijd een tijd die zich zeer wel laat vergelijken met die van Falk Larsen. Meissner was 1/10 van een seconde sneller dan de Noor. Met andere woorden, als Meissner en eventueel nog een paar anderen sneller zouden zijn dan Portijk, dat betekent dat het Portijk wegvalt uit de top 16 van de 5 kilometer, kan hij het dus alleen via een goede 1500 meter morgen nog klaren. Dat plaatsje bij de laatste 16. 3:51 rond na 2600 meter. 4/10 sneller dan Falk Larsen. De 3 kilometer tijd komt eraan voor Steffen Meissner, 4:26.4. Achttiende sneller dan Falk Larsen. En om even te kijken naar het schema van Hein Vergeer, die uiteindelijk Falk Larsen voorbleef, maar dat in het laatste stuk pas bewerkstelligde. Na 3 kilometer was Meissner 3:03 seconden sneller dan Vergeer. En dat betekent dus in ieder geval dat hij royaal sneller is dan Arne-Jan Portijk. Voor wie dus de laatste 16 op de 10 kilometer
een beetje problematisch lijken te gaan worden. 5-0-2-1. Nog 2,4 seconden sneller dan Vergeer. Het verschil loopt dus terug. Maaibuk inmiddels op een 50-tal meters achterstand. En Meissner op weg naar de 3800 meter. 5,37,7. Hij is nog altijd sneller dan Vergeer. 2,1 van een seconde. En Maaibuk heeft grote problemen inmiddels met de omstandigheden op deze 5000 meter. Hij zit er redelijk doorheen. Meissner gaat door naar 4200 meter, 6.14.3. En nu komt Vergeer in zicht, want het verschil is nu nog slechts 18e van een seconde in het voordeel van de Oost-Duitser. En dat zou me niet verbazen als hij bij de volgende passage langzamer zou blijken te zijn dan Vergeer was. Maar nogmaals, hij zal ongetwijfeld de snellere tijd rijden dan Portijk. En als Maaibuk dat ook nog presteert, wat niet onmogelijk is, dan betekent het op dat moment al dat Portijk uit de eerste 16 van de 5 kilometer is verdwenen. En hij dus alleen via een vlammende 1500 meter zich nog in het eindklassement zal kunnen plaatsen. Daar ziet u boven in beeld de 16e tijd op dit moment. Dat is die van Frode Suvertsen de Noor. Die was gevallen zoals u weet. En daarvoor als 15e staat Portijk. Moeilijke laatste ronde voor beide heren. Ook Meissner is nu helemaal aan het eind van zijn krachten. Maar gaat toch nog naar een redelijke eindtijd. Vergeer had 7.26. Dat haalt Meissner niet. Daar blijft hij boven. Dit is een eindtijd, 7.27.98, nog net iets sneller dan Valk Larsen. Sneller dus dan Portijk. En hier is Maaibuk in 7.34.32. Die is langzamer dan Portijk. En dat betekent dus dat Anne-Jan Portijk na deze rit op de 16e plaats komt te staan van de 5000 meter. Zodat we dat als vergelijkingsmateriaal voor de volgende ritten kunnen gaan gebruiken. Punten totaal voor degene die dat mee willen schrijven van Meissner 87.088 en Tony Maaibuk 87.492.